Ja. Hallo iedereen, we zijn net naar de persconferentie van EA geweest. Ik sta hier met Jury. Korte nabeschouwing, Jury. Ik heb hier alles een beetje opgeschreven. We gaan het ook niet allemaal overlopen, want het is ook niet allemaal PlayStation-related. We zijn begonnen met Dead Space 3. Koop gezien. Eerste impressie? Ja, koop. Het was best wel interessant, de koop. In die zin dat je dan met twee... Ja, Mark, je mocht hier blijven. Zo. Het is gewoon even... het is best indrukwekkend, te koop. Met twee mensen die missies spelen. Cool op zich. Maar ik had het gevoel dat nu dat je op een planeet kan gaan... En al die dingen dat heel fel op Lost Planet begint te lijken. Ook die eindbaas dat we gezien hebben, dat was eigenlijk heel insectachtig. Heel Lost Planet. En het verliest daardoor zo wat van zijn eigenheid. Allee, dat was toch mijn impressie. Ja, het is nooit echt een echte horrorgame geweest. Het was al shooter, maar nu is het precies nog meer shooter geworden. Ja. Wat dat ook wel ergens logisch is, aangezien dat met die koop... Ja. Ik vond die corridors van vroeger heel, heel leuk eigenlijk. Want dan had je toch nog zo dat beklemmende. Als er dan aliens afkwamen, dan had je altijd het gevoel van ik zit hier vast in een ruimteschip. Je kon dan wel in de ruimte gaan en dergelijke. Maar toch, dat was veel claustrofobischer en dat was een kracht van het spel. Ja. En ook die ledematen die dat je dan kon afschieten en zo, dat vond ik allemaal tof. En in een omgeving zoals een ruimteschip was dat veel duidelijker zichtbaar. Nu waren het echt van die grote monsters, weer het typische van schiet op een bepaald onderdeel van een monster en dan gaat het wel dood na een tijdje. Ja, ik vond het vrij teleurstellend. Grafisch wel heel cool, maar niet echt wat ik zoek in een game zoals dat. Nee, maar ja. Oké, goed. Volgende met een NFL. Ja, ik ken er niks van. Jij ook niet, dus kunnen we misschien beter gewoon overstappen. Oh, nee. You are mistaken, my friend. Nee, ja, dus rugby. Ik ben er helemaal in thuis. Ik kijk er ook al jaren naar op tal van zenders. Ik heb zelfs een speciaal abonnement genomen op een satellietzender. Nee, eigenlijk totaal niet waar. Nee, ik vond het ook niet zo indrukwekkend weer. Ze liet animaties zien en ik had er zo van, nee, is eigenlijk toch niet zo realistisch. Een paar van die schokkerige frames erin. En ik vond het niet geheel overtuigend. Het sociaal netwerkgeheelte wel. Iedereen doet nu zoals Elite van Call of Duty, dat waren eigenlijk de pioniers. Je kan het spel of je setup en zo allemaal veranderen via iPad en computer en wat je maar wilt. Maar voor ons, ja, het is ook niet. We zijn niet de markt ervoor, hè? Nee. Mark? Nee, de markt. Goh. Het is nog maar vroeg, hè, dus wat gaat dat straks zijn? Ja, goed. SimCity, ja, we gaan het gewoon overslagen, want anders staan we hier weer 20 minuten. We weten het. Je hebt SimCity, je kijkt graag. Allee, wat... Nee, ik vond SimCity eigenlijk, ik vond het goed, maar het niet op PS3. Niet op PS3, allemaal kopen op PC, of ook niet. Battlefield 3, DLC, Premium, Call of Duty Elite, we zijn het er allemaal over eens. Wel plezant voor de fans, goeie koper. $50. $50, normaal $80. Laat de flame war maar beginnen, zou ik zeggen. Ja, ik heb weer zoiets van, het voelt zo van, ze willen ons geld uit ons zakken halen. En ook al is dit wel een goedkopere manier misschien dan ieder jaar een nieuwe game uit te brengen. Het is wel goedkoper, oké. Okay. Ja, goed. Close Quarter is wel beschikbaar nu voor PS3, 2 weken vroeger. Dat is wel... Ik heb nogal veel wind in mijn shirt, zeg maar. Dat is wel positief. U zei? Ja. Volgende dan maar. Star Wars The Old Republic. Ja, oké. Okay. Ja, jij bent een Star Wars geek. Jij vond dat weer fantastisch. Ja en nee. Dus ik speel dat spel niet, maar ik weet wel van vrienden dat het best wel indrukwekkend is. Maar er waren niet veel fans in de zaal, dat was dat. Nee. Buiten jullie dan, dat was degene die echt heel hard aan het juichen was. Dat was degene die, woehoe! Ja. Goed, dan Medal of Honor Warfighter vond ik nog wel goed eigenlijk. Beter dan verwacht. Ja, wel, dat breachen en zo vond ik wel tof. Dat deed mij denken aan de vroegere Clancy's en zo. En SWAT games op PC. En dat zit er nu in en dat vind ik wel leuk, want dat is minder zo van actie, het is meer af en toe wat vertraging in de... Actie, vertraging, breach, actie. Die slow motion ook, dat was allemaal van games die dat ik vroeger al gespeeld heb, maar die dat ik gemist heb de laatste jaren. Dus positieve evolutie, zag er ook heel goed uit. Ja. Wel op PC denk ik. Want we hadden ook nog Call of Duty gezien op de Microsoft persconferentie vlak voordat we vertrokken. Lelijk! Voilà, lelijk. Ja. En ja, ik had eigenlijk op voorhand verwacht van ja, het gaat toch weer Call of Duty zijn. Dat gaat alles wegblazen met Medal of Honor, want die vorige was dan toch maar zo, ja, wel oké, okay, maar niet een must-buy. Maar nu, ja, ik ga nu niet zeggen dat ze... Ik ga er nog geen uitspraak over doen, maar het zou toch misschien wel nog interessant kunnen worden. Ja, als ik mag zeggen, de multiplayer zag er heel cool uit.
Met al die verschillende types van elite soldaten die het dan tegen elkaar opnemen, SAS, SEALs. Ik vind dat best wel veelbelovend. Ook die gasten die dan, ik denk dat dat de Bomb Squad was van Amerika, die dan met die schermpjes aanzetten, allee, zo'n hoofdscherm, vond ik allemaal super goed gedaan. Ik denk dat dat, allee, dat, ik had direct zoiets van, dat wil ik spelen. Meer nog dan de multiplayer van Call of Duty, eerlijk gezegd. Ja. Oké, okay. Goed. Dan een beetje het what the fuck moment van de dag, denk ik, tot nu toe. Het is nog jong. UFC. We waren allemaal naar elkaar aan het kijken van, wat gebeurt hier nu? Het is weg bij THQ. Dus toch weer een teken dat het slecht gaat bij THQ, iedereen weet het. Ja. En ze willen van die licentie vanaf, duidelijk. Ik vond wel dat het heel goed, de setup was fantastisch. Hè? Iedereen dacht van MMA, de nieuwe MMA, en ineens bam, UFC. Ik zei nog tegen Ben van, oh, het is Fight Night of MMA. Ik zei, ik lag al een half in slaap. In één keer zie ik dat logo van UFC verschijnen. Het erge is eigenlijk dat Dana White altijd heeft gezegd van EA, daar wil ik niet mee samenwerken, want die hadden dus gezegd ooit, naar het schijnt, UFC is geen sport, we willen niet met u samenwerken. En dan is hij kwaad naar THQ gegaan, THQ heeft hem binnengehaald en wat doet hem nu? Bam, dolk in de rug. Hè. Ja, zo gaat het dan. Hè. En het is echt nog verschillende steken, hè. Dus echt op het einde nog eens zo van, this is the big one guys, EA Sports, dat hij van het podium stapt. Ik had echt zoiets van, hoeveel hebben ze die gast gegeven voor dan nog op het einde er nog eens... Wat is echt wel de tolle insteken en nog iets draaien. Ja, en het, alleen Dana White. Ik hoop dat hij mij niet hoort met een beetje klootzakken. Ja. Ik heb het niet gezegd. Dat wel, zwart, ja, ik weet het. Wat hebben we hier nog op staan? Need for Speed, Most Wanted. Burnout met politieauto's. Burnout Paradise, Most Wanted. Voilà. Maar ja, Burnout is wel goed. Criterion is goed, dus... Inderdaad, het zag er goed uit, maar ik moet zeggen dat Burnout Paradise was nooit echt helemaal mijn ding met de sandbox. Ik heb meer zo directie nodig, ze moeten me echt zeggen van allee, missie 1, missie 2, allee, race 1, race 2. Vond ik veel toffer. Maar ja, we moeten kijken, allee, het zag er best goed uit. Goed, en dan tot slot nog Crysis 3. Ik weet niet, ik vond het niet zo fantastisch. Cyber Rambo. Ik dacht het ongeveer kunnen samenvatten. Ik vond het eerlijk gezegd nog wel vrij goed uitzien. Ze. Want het gaat zo de wildernis dan. De stad die overgroeid is door groen. En het water en zo zag er allemaal wel cool uit. En dan, ja, het heeft wel iets. Maar ja, de vorige was ook niet zo schitterend. Dus. Ja, maar misschien was het gewoon omdat de zoveelste shooter van de dag al was dat ik zoiets had van... Ja. Ja, oké, het was niet het hoogtepunt om mee te eindigen voor mij. Maar goed. Dat was het dan, ja, of jij wilt nog iets zeggen? Ja, nee, we zijn op zoek naar originaliteit en die was er niet. Helaas. Ja, inderdaad. Misschien dus, nu wel bij Ubisoft. Ja, Ubisoft. Is naar daar. We zijn weg. We zijn daar.